hoe dan ook, denk ik wel... Hoe dan ook? Nee, dat zei ik niet, Sander. Hoe dan ook kunnen we wel, denk ik wel, stellen dat dat voor iedereen zal gelden, dat je toch tenminste nog één keer moet kunnen poepen. Op je laatste dag, als dat mogelijk is. Ja. Ja. Liefst mijn persoon naar keuze, maar ja, anders... Ja. Was toch een jongetje dat aan het streven was en zijn dying wish was dat Cameron Diaz hem zou pijpen? Ja. God, en die heeft dat niet gedaan. Ja, maar kom, durft. Ik weet niet. Ja. Make a wish. Make a wish. Make a fucking wish, motherfucker. En die moeder heeft dan plus toen ook nog zo haar proberen overtuigen met een mail of een brief of zo. Jeez. Dat is een beetje... You can only do hand stuff, come on. Only first date, man. Let's do two dates in one day. I'm dying for fuck's sake. At least buy me dinner. Voor het mag gezegd worden. 3 mannen. 3 meningen. 1 conversatie. 1 podcast. Welkom bij het mag gezegd worden met Sander, Pavle en Bo. De podcast waar 3 blanke hetero mannen hun mening geven, alsof er naar gevraagd werd. Vandaag nemen we even de tijd om te reflecteren over het leven. We hebben allemaal onze plannen en dromen en we werken daar naartoe. Of we stellen het uit en we doen niets. Meestal. Ja, hashtag procrastinatie. Maar wat als we een ultimatum voorgeschoteld kregen? Voorgescholden. Ultimatum! Kut! In hoeverre staan we werkelijk stil bij elke dag? En bij zaken die we elke dag doen en laten? Hoe zou dat ons gedrag veranderen? Wij zoeken, althans voor ons, een antwoord op de vraag: wat zou jij doen moest je nog 1 dag, 1 jaar of 100 jaar te leven hebben met effectieve zekerheid? En kort voor we beginnen, de fictieve sponsor van de week is meditatie. Het zou goed zijn voor de geestelijke gezondheid en zou je meer stressbestendig maken. Is het iets voor jou of niet? Ik zou zo zeggen, mediteer er eens over. Ik stel voor dat we ooit eens een aflevering opnemen waar we enkel deze doen en volgens mij zou er nog een markt voor zijn. Eigenlijk gewoon zo van die zen-cd'tjes opnemen. ASMR meditation. Het mag gezend worden. Het mag gezend worden. Het mag gemediteerd worden. Hopla. We kunnen meerdere franchises beginnen. Franchise. Alright. We beginnen dan met... stel nu... Ik heb gehoord in Le Nouveau Testament of zo... dat is Frans. Ja, wordt er dat is een filmpje. En dan wordt er blijkbaar per ongeluk naar iedereen ge-sms'd. Lol. Wat dan met mensen die geen gsm hebben, denk ik dan. Bon. Naar iedereen wat hun exacte sterfdatum gaat zijn. Mm-hmm. Dus dat is een hypothese waar we van beginnen. Stel nu dat sms'je zegt, je gaat binnen 24 uur of morgenavond, gaat je, is het gedaan, valt een piano op je kop. Aanbeeld. Je hebt een aanbeeld, ja. Je slipt in de douche, je krijgt spontaan sterf. spontaan de sterf gewoon. Je krijgt spontaan de sterf. En voilà, we hebben dus 24 uur, dat klokje tikt. Laten we hopen dat je goed geslapen hebt, want anders dan ga je veel tijd in bedje spenderen. Wat ook niet slecht is, uiteindelijk een keer goed pieten voor je doodgaat. Waarom niet? Of drink Red Bull of Nalu. Zeg het eens. Ik zou het eigenlijk nog eerder stellen als in plaats van sms'je, je kunt ook zo'n sms'je krijgen, maar dat je gewoon zo opeens zo gelijk zo'n goddelijke interventie, een gevoel... krijgt van, op 24 uur... You will die tomorrow. Want at like the same time, maybe, 5 minutes more or less, you know, give or take. Yeah, in which time zone are we talking about? Australia? Dead already. Oh shit. Nee, I'm officially dead in Australia. Nee, zodat je niet met de kwestie zit van, maar wie zegt als ik dat sms'je moet geloven? Nee. We gaan ervan uit dat je het echt wel weet. Dat je het 100% weet. 100% zeker, want je voelt het aan je water. Geen twijfel mogelijk. Voilà, dat is dus de kwestie. 1 dag,
meeste mensen, denk ik, dat zouden zeggen van YOLO en je gaat feesten om naar seksorgies en wat is het allemaal. Hm. Maar als ik denk van wat ik effectief zou doen, dan zou ik waarschijnlijk de helft van de dag gewoon zitten blijten, denk ik. Ik denk dat ik daar ook mee zou beginnen. Ja. Maar ik denk wel dat ik, en al zei het waarschijnlijk redelijk met een kut humeur, of toch te neergeslagen, dat ik wel zoiets zou hebben van, kijk, ik weet het. Dus ja, er is geen andere vak aan te doen. Als je zoiets hebt van, ja, je hebt misschien nog zo lang te leven, misschien genees je, of wie weet niet, of je gaat vroeger dood, dan is er keiveel onzekerheid. Mm. Terwijl nu weet je exact, morgen op dat uur is het gedaan. Ja. En in dat geval zou ik ook eerst... Je hebt sowieso altijd eerst je denial en anger en shit. En ontkennen. Ja, nee. Dat proberen te samen te kroppen in één minuut. In één minuut? Zodat je voort kunt voor de rest van de dag. Optimalisatie. En daar hou ik van. Ik zou... Cursus time management volgen. Snel cursus. Ik kan niet laag genoeg leren. Ik heb op het papiertje heb ik toevallig wel full-on YOLO geschreven. Voilà. Het spijt me. Maar ik zou wel niet... Ja, ik zou niet zeggen van nu ga ik feestempathie. Ik zou eerder zeggen, ik zou iedereen die ik ken, waarschijnlijk gewoon op Facebook, misschien op Instagram, zoiets zeggen van yo, ik ga dood. Kom nu de fuck af, het is de laatste keer. Ja, ik ga... ik zeg van mijn huis is open. Kom lekker praten, kom lekker iets doen bij mij. En dan zet ik op van vanavond iedereen welkom, of direct iedereen welkom, wees er. Want anders gaan we me niet meer zien. Ik kan niet, ik heb een housewarming. Fuck you. maar ik denk niet, ik zou niet gaan feesten, mij kapot zuipen. Misschien dat ik zo'n lekker whiskytje drink, maar genietend. Maar ik denk als je blackout drunk gaat op de laatste dag, kun je wel eens mispakken. Lijkt mij. Dus daar ga je dan niet voor. Daarentegen op Cuba Night. Laten we hopen dat tegen dan niet het geval is. Nee, maar ik heb het niet alleen op feit van zo dat besef, maar ook inderdaad, van je probeert dan met zoveel mogelijk mensen die dat belangrijk voor je zijn, nog zoveel mogelijk tijd mee door te brengen, geloof ik. Maar dat is dan ook, dan wil je ook alle losse eindjes zo aan elkaar knopen. Ja. En alle dingen dat je zo veel te veel hebt laten aanslepen, dat is eigenlijk ten vrede leggen. Dus jij zou de aflevering van volgende week dan... Ja. Ik moest altijd mijn tijdskaart laten vervangen in het gemeente. Laat ik daar even een paar uur in de rij aan staan. Want ja, een afspraak maken, dan moet ook weer een paar dagen op voorhand lapsen. Ik heb nooit die verzekeringen in orde gebracht. Ja, stel je voor dat het ook een werkdag is, moet je eerst gaan werken. Dan ga ik al een tijdje mijn Facebook profielfoto veranderen, maar nu moet ik dus nog een goede foto gaan laten maken ook. Oh, fuck. Ja, maar ik begrijp je wel. Ja, maar toch zo van alle beef dat je nog hebt naar mensen of zo. Ja. Ik heb nooit tegen mijn grootvader gezegd dat ik van hem hield. Ja. Zo'n... Oh, mij is dat dood, shit. De andere. Oh. Nee, ja. Van, ook. Maar ja, dat je dat allemaal wilt oplossen en zo. En ja, ik kan me alleen maar inbeelden dat als dat zo intens is, dat dat op de laatste dag moet gebeuren en je wilt dat goed afhandelen, dat je niks anders doet dan je ogen uit te blijten, terwijl dat je... dan nog probeert allemaal recht te trekken. Dat is wel... Allee, ik ga nu niet heel specifiek de dingen die bij mij van toepassing beginnen uitlichten. Zo van ik heb me nooit verontschuldigd dat ik mijn broer in zijn gezicht heb geslagen toen ik 5 was. Hij verdiende het namelijk. Dus, maar van niet. Daar komt het wel op neer. Ja. Ik denk, ik volg u daarin. Maar ik zou wel... ik zou wel bij dingen houden die like doenbaar zijn. Ik zou proberen heel snel een soort shifting te maken. Van, dit is nog iets dat ik wil doen. Bijvoorbeeld, ik heb nooit Zuid-Amerika gezien. Ja, weet je, pech. Google het. Google wel. Ja, voilà. Google Earth. Maar ik zou effectief wel echt een tijd nemen en bellen naar mensen waar dat je niet met open einde zit, voor het zeggen. Cliffhangers. Of ik haal fucking cliffhangers. En dan wordt dat seizoen gecanceld. En dan word ik zo pissig van. En dan die fanfiction dat dan wordt gemaakt om op te vullen. En dat is ook beter. Maar niet altijd. Maar ik zou de telefoontjes of de gesprekjes wel doen, sowieso. Maar ik zou wel schiften ook. In zaken van sommige dingen gaat je denk ik wel moeten beslissen van dat gaat niet meer lukken. Mm-hmm. En dan moet je daar ook niet aan wel even vasthangen, want je hebt maar die
die paar uurtjes meer. Ja, ja, en er is voilà. Zoveel lekkere whisky. Ja, ik heb nog een tasting set, kan ik nog aan beginnen hoor. Jongen. Voilà. En dan ook de dingen dat je wilt delen met die mensen ook. Zo van, want er zijn altijd dingen dat je nog heel graag wilt doen. Zo'n grappig filmpje op Facebook dat je denkt, dat moet ik nog sharen. Bijvoorbeeld. Ja, perfecte voorbeeld lijkt mij. Ja, voor u wel. maar echt zo, voor mij heel concreet beeld ik me dan in van, oké, ik ga gewoon een optredentje nog geven vanavond van wat dat ik ook maar kan en zien dat iedereen dat ik maar daarbij kan krijgen, dat daarbij is. En dan naar de hoeren. Naar de hoeren. Ja. Uiteraard, daarmee beginnen we en eindigen. Dat, wat, je hebt nog 24 uur, ja, dat is een dure dag bij de hoeren. Maar we kunnen... Hoeveel is dat voor zo'n 24 uur pakket? Wat? Ja, hoe dan ook, denk ik wel... Hoe dan ook? Nee, dat zei ik niet, Sander. Hoe dan ook kunnen we wel, denk ik wel, stellen dat dat voor iedereen zal gelden, dat je toch tenminste nog één keer moet kunnen poepen. Op je laatste dag, als dat mogelijk is. Ja. Ja. Liefst mijn persoon naar keuze, maar ja, anders... Ja. Was toch een jongetje dat aan het streven was en zijn dying wish was dat Cameron Diaz hem zou pijpen? Ja. Katten heeft dat niet gedaan. Ja, maar kom. Durft. Ja, ik weet niet. Ja. Make a wish. Make a wish. Make a fucking wish, motherfucker. En die moeder heeft dan plus toen ook nog zo haar proberen overtuigen met een mail of een brief of zo. Jeez. Dat is een beetje... You can only do hand stuff, come on. Only first date, man. Let's do two dates in one day. I'm dying for fuck's sake. At least buy me dinner. Pablo, wat denk jij? Iemand van jullie de film PS I Love You gezien? Uiteraard niet. Nee. Om het heel kort te houden. Je hebt de hoofdpersonage, die is ook gisteren van kanker of iets dat hem redelijk snel te weten is gekomen. Mm-hmm. Hij heeft nog voor zijn... Hij is te weten gekomen en dan is hij redelijk snel gestorven. Ja. Is het niet redelijk snel te weten van, ja, hij heeft het ook redelijk snel te weten gekomen dat hem dood is. Oké. Okay. Hij had al snel dood. Ja, en hij had zo allerlei kleine dingen voorbereid voor zijn vrouw dan. Dat ze bijvoorbeeld op haar verjaardag een cadeautje kreeg nog van hem en dergelijke. Ah, na zijn dood? Ja. Ah. Ik zou ook zo een paar dingen proberen te fixen. Maar zo van, daar is mee bezig. Moet je wel goed naar de houdbaarheidsdatum kijken van de chocolatjes die je stuurt. Want anders zijn ze niet meer goed tegen een verjaardag. En dan zit je daar weer mee. Van, dan geeft hij mij een cadeautje en de chocolatjes niet meer goed. Ja, maar, vertel verder. Nee, ik zou zo een paar dingen proberen te fixen. Ja. Zo, dat lijkt mij een beetje... Allee, te... Ja, ik zou niet een grote deel van mijn dag erin spenderen, maar toch een... Zo ik zit nog zo keihard zitten regelen dat bol.com dat zo binnen, zo op je anniversary, dat komt afgeven en ja, dat lijkt maar me zo. Maar bol.com, oh nee, maakt niet uit, je kunt op een datum fixen, je kunt er iemand voor inschakelen. Ja, maar je moet er nog altijd een deel van je tijd van de zeer beperkte 24 uur in spenderen voor iets wat dat gaat gebeuren wanneer dat je er niet meer bent. Maar zou je like niks neerpennen? Om te laten weten aan mensen. Hè? Bijvoorbeeld een brief naar de mama, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg nu iets. Ja, d'accord. Ja. Maar dat is dan hetzelfde, maar dan doe je een klein beetje extra moeite om te zien dat dan op een bepaalde datum uitkomt. Ja. In ieder geval, ik denk dat er over te mediteren valt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kalmeer het nog wel een beetje. Ja, het dat allemaal is gezelliger. Het is precies alsof dat mensen dat doen voor hun reden. Zo. Ja, daar geloof ik niks van. Gek. ik begrijp dat wel. Ik zou ook wel over nadenken. Ja. misdirection. Is er nog iets dat iemand kwijt wil over één dag? Of gaan we al over naar onze maand? Ja, ik denk paniek mode. Nee, één dag, één maand, één jaar was het. Eén dag, één jaar. Oh, en dan 100 jaar. Ik ben mis. Het belangrijkste zou zijn voor mij op één dag echt de panic mode zo kort mogelijk proberen te houden. Oh, ja. Gewoon direct bij neerleggen. Ja. Gewoon direct bij neerleggen. Gewoon direct doodvallen eigenlijk, niet wachten. Fuck it, het heeft toch geen zin meer. Waarom wachten? Ja, nee, idem. Well, ik denk dat... Ja, ja. Oké. Okay. Alleen, het is maar een dag, hè. Hoeveel kunnen doen op een dag. Als we nog meer... We kunnen wat meer beginnen specifieren, maar ik denk wel dat
bij veel mensen op hetzelfde gaan neerkomen. Ja. Ik zou ze een feestje geven, maar niet een feestje, maar ik heb het gezegd. Hè. Gewoon iedereen uitnodigen en zeggen barbecue, job pompen. Ja. Emoties. Ja, emoties. Maar ja, ik ga wel een favoriet gerecht nog eens eten. Ja, het maakt me niet uit, gewoon zoveel mogelijk. Glutenvrij, zeg jij gluten eten of niet? Ik zat net voor iets sterk. Nee, net voor iets sterk. Want het ding is, als ik gluten boef, het zit misschien in mijn kop of niet. Is dat zo snel dat je daar... Ik voel me relatief rap. En dat kan wel placebomatig zijn. Maar ik voel me een paar dagen daarna nog altijd schift. Ja. Maar als ik het... Ja, nee. Meestal als ik gluten boef, dan komt dat redelijk rap. Zo'n een foodkatertje eigenlijk. Dus dan pak zo 3 uur op voorhand of zoiets. Dat je dan zegt van, nu ga ik nog eens echt fretten wat ik wil echt. Ja, want anders denk ik wel dat het een dompertje gaat geven. Ja. En dan begint je zo wat slecht te voelen, zo van, ah shit, en dan denk je wel aan nog 2 minuten, ah, oh, dat is nog redelijk goed getimed. Geef me die chicken nuggets! En dat is dan de reden waarom dat je sterft, omdat je gluten moet je. Dun, dun, dun. Self-fulfilling prophecy, y'all. Ja. Amai, een beetje sterven nog steeds. Oh, wauw. Pablo, zeg eens iets over wat jij zou doen, moesten ze zeggen van, hey Pablo, binnen een jaartje. Binnen een jaartje, dan zou ik echt... Een wishlist maken. Ja. Een bucketlist. Een spreekwoordelijke MA-lijst. Ja. En daar zoveel mogelijk van proberen te doen. Zijn een Want paar een jaar is op zich wel... Ja. Wel, zo heel concreet zou je je job houden? Nee. Direct gewoon... Ja, uiteraard. Sorry, fuck als je uit er fucking als je met 10 jaar zou zeggen, dan zou ik nog zeggen, oké, ik moet nog altijd geld winnen. Als je 1 jaar, dan probeer ik mijn... tijd, geld, kwaliteit van leven te maximaliseren, liefst door te kappen. Als je 1 jaar maar hebt, dan denk ik wel van, dan ga ik geen 9-to-6 meer doen. Ja, en dan gewoon om te even wat van manier zoeken om nog de dingen dat je wilt doen te kunnen bekostigen op welke manier dat mogelijk is, maar niet dat je zo je tijd verspilt, of toch niet het gevoel hebt dat je tijd verspilt. Ja, als ze nu zeggen van, oké, als ik nu nog een maand werk, heb ik genoeg om dit te doen. Ja, voilà. Dan ga je ervoor, dan zie je collega's nog een maandje, dan weet je ook van, het is hier gedaan. Je hebt nog een uitlooptijd natuurlijk, want ja, je stopt met werken. En ik heb ook nog een paar vakantiedagen op. Ja, uiteindelijk... Eigenlijk, gewoon een vakantiedag dat je betaald wordt. Ja. Ik heb ook een schuldsaldeverzekering, dus als ik sterf, moet het appartement niet afbetaald worden. No one dus gives a fuck. Daar geen zorgen om maken. Misschien nog een strak plan om hoe dan ook te doen binnen een jaar sterven. Puntje 1 op de bucketlist is stoppen met pensioensparen. Ja. Oh. Ja, mensen die daar nu al mee bezig zijn op onze leeftijd, die verdienen het van ik ben er mee bezig. Wel bij deze. Ik krijg daar fiscaal voordeel van, man. Ja. Tot 900 euro per jaar. Ja, wacht maar tot dat Wereldoorlog 3 daartussen valt en het allemaal niet meer boeit. Ja, ben ik 30, 40 euro per maand minder. Oh my fucking god. Ja. Zware leven. Ja. Ja. We zien maar wel. Dus bucketlist. Yep. Bucketlist. Maar bucketlist is niet gelijk een jaarplan, hè? Want ik denk... Je plant je jaar naar een bucketlist. Ja, maar bijvoorbeeld, want er zijn dingen die wat moeilijker zijn om te doen dan standaard. Dus... Ik wil leren, jong leren. Voilà, als je nog per se iets wilt leren of iets bereiken dat wat, ook wat inzet kost, dan moet je al een beetje meer beginnen plannen in plaats van dingen maar beginnen af te... Moest ik echt 1 jaar hebben, maar... Dat is weer, ik grijp er weer naar terug, die 10 jaar. Dan zou ik echt zwaar plannen. Als ik echt iets heb van 1 jaar, dan denk ik zo, alles wat ik kan doen, 90% ervan, ga ik heel veel tijd aan spenderen om het te bekomen. En eigenlijk zou het misschien niet slecht zijn... Ik zou de afweging maken. Kan ik die in dat jaar ook beter spenderen? Of anders spenderen? Meer op het gemak. En van die 10 jaar op 1 jaar... Ja, dus dat je zegt, van, je hebt maar 1 jaar om iets te bereiken. Als je 10 jaar, oké, je kunt er naartoe werken, je tijd. Mm-hmm. Als je zegt 1 jaar, als dat echt grootste dingen zijn bijvoorbeeld, waar het ze misschien al zo wat moeilijk gaat worden om er te komen, bijvoorbeeld. Hè, dan zou ik wel heel snel de afweging proberen maken van, ga ik er meer tijd in verspillen? Ja. Ja, YOLO, weet je wel. Ik denk dat ik, om te zeggen dat ik de 24 uur te leven zou uittrekken naar een jaar, is dat klopt niet. YOLO, een gans jaar. Je leeft maar 1 jaar. Yo. Nee, wacht, dat klopt niet. Yoloi. Yoloi. Klinkt wel mooi. You only live one year. Yoloi. Maar ik denk wel dat ik zo, misschien om te zeggen dat ik de volledige afsplitsing zou maken, van half jaar, weet ik niet. Maar ik zou wel, kappen met de job, denk ik. Misschien er nog een weekje of twee doordoen en zo meer babbelen met mensen en minder, waarschijnlijk toch iets minder uitsteken. Want ja,
Gaan ze me ontslaan? Ja, lekker boeien. Magnet. Ik krijg nog een langere tewerkstellingsperiode in werkoverschakeling. Ding is. Je krijgt ook een halve dag per week of een één dag per week om te gaan solliciteren. Sollicitatieverlof. Wauw. Use it, baby. Ik denk dat ik hem ergens misschien wel zou optieven naar zoiets Caraïbisch of zo. Ja? Ja. Dus permanent voor de rest van een jaar? Misschien geen gans jaar. Ik denk dat ik iets zou doen à la stel nu dat ze er nu mee afkomen, dan heb je eigenlijk nog de zomer. Dan zou ik de zomer hier spenderen. Gewoon geen kou niet meer in dat laatste jaar. Inderdaad. Ja. We hebben het gehad over winterdipjes al, Pavel en ik. Dus nope. Geen winterdipje meer. Doen we niet aan mee. Geen kou meer. En ik zou hem optieven naar zoiets Caraïbisch of zo ergens waar het strand is en waar dat er mooie zon is. En dan met geitjes of shit, weet ik toch wat ik neem. Misschien zo'n plantentuintje, geen avocados, want dat duurt 8 jaar. Dus je ziet het toch niet uitkomen. Ja, dat is... Kun je nog een kleine maken? Gewoon heel laat. En hem zien geboren worden. Papa heeft gekozen om te sterven. Ik heb jou gemaakt, nu heb je geen papa. Daar. Veel geluk, zoon. Go Yoda on that bitch. I'm back. Hunting you in your memories, motherfucker. Nee, dat gaat hij ook niet eens hebben. Zo. Nee, dat hoef ik niet. Maar ik denk wel dat ik dan zoiets... Serieus? Ik weet niet of ik zou gaan voor iets dat zo ver is. Ik zou misschien wel nog maar afreizen, maar niet van, ik wil dit nog bezoeken. Hmm. Eerder van, ik ga naar een mooie plek. En ik chill hem daar kapot. Yep. En je neemt zoveel mogelijk mensen mee, ja, dat wel, terwijl je dat doet. En in het laatste stadion... stadion? Komt het terug. Stadion van Koning Barmen. Dan kom ik misschien wel terug. Of, de allerlaatste dagen, weet ik niet. Misschien kerst nog even hier komen vieren, weet ik het. Dat moet intens zijn als je daarover nadenkt. Na een jaar en die laatste dagen komen. Het is een cryfest. Het is een fucking cryfest. Want dan komt het aan. Dan weet je zo, je gaat balen in de eerste dingen. Laatste paar dagen gaat helemaal... Je gaat niet... De kans dat je iets hebt van... Het jaar is gedaan en ik heb het geleefd. Die dat je sowieso gaat balen. Ja, het besef gaat komen op het einde. En waarschijnlijk binnendoor zo af en toe nog een paar keer. Dus misschien zoiets iets Frankrijkig zo. Iets Bretagne of meer naar het zuiden toe. Of Breden. De Kempen! De Kempen! Een camping start in de Kempen. Een glamping. Glamping in de Kempen. Dat is een referentie. Sorry. Dat is niks. En dat je dan ergens mooi zit, warm, maar dat mensen nog altijd kunnen wederkeren met redelijk weinig moeite. Als je zegt van ik tief hem op naar de Caraïbe, niet iedereen kan zomaar optieven afkomen. Eerder aan de Mediterranee. Zo. Voilà, en dan zou ik dat daar eindigen, denk ik. Aan Japans of Chinees leren of Arabisch zou ik niet beginnen. Ja, nee. Maar bijvoorbeeld als je zoiets hebt zo van, heel lang is het hoofdrol in mijn eigen musical zijn. Dan kunnen bijvoorbeeld. Dus dat is dan zo eerder iets wat dat ik zou zeggen, dat is dan een jaarplan waar dat je naar kunt toewerken tot een heel groot en waarschijnlijk bevredigend crescendo. Maar het coole is wel natuurlijk dat je aan de ene kant gaat er meer volk naar komen kijken, omdat iedereen weet dat je gaat sterven. Dus je hebt eigenlijk dat hele postmortem succes. Ja, als en eigenlijk pre-mortem, ante-mortem. Of gewoon. Sterven tijdens zo'n live show. Oh my god, dat is af die kluk achter. Oh my god. Oh. Talkshow, dat zou nog wel een optie zijn. Talkshow host zijn van mijn eigen talkshow. Dat ik gewoon mensen laat afkomen en babbelen. Dat we zo'n podcastje doen van een paar uur. Never fucking mind. En dat er wel die klok afgaat. En dan, volgens mij kunnen daar nog een zender voor krijgen. Oh my god. Ja, wat stel je voor dat je niet sterft? Je gaat daar mee naar één gewoon. Ja. Of zo naar de VRT. En je zegt, kijk, ik ben er absoluut 100% van overtuigd dat ik een jaar van je sterf. Ja. Ja. Maak daar een programma rond. Als je dat kunt bewijzen. Als je dat kunt bewijzen, dan doen ze dat. Ja. Maar zelfs zonder... Ja. Als je dat kunt bewijzen, volgens mij... Heb het. Ja. Ik denk dat wel. Ja. Ik denk en dan kunnen ze misschien een teller doen. Dan 1 of VTM, Mikke. Als het 24 zo... Going Global. Going Global, Netflix. Ondertiteld. Hupla, geen probleem. Oké, dat zou wel cool zijn. Ik zou ook echt een super nutteloos wereldrecord proberen te breken om in die Guinness boek te geraken. Maar echt super fucking random. Zo gelijk hoe noemt dat ook alweer? Een... quick run of zo van een videogame. Dat je dat zo en snel mogelijk... Een speedrun. Zo van een of ander keisdoem. Te veel moeite. Nee, ik heb mensen dat zien proberen. Fuck, je zit 4 uur naar een scherm te kijken en ze vinden het zelf ook niet meer leuk. Oh my god. Nee.
Dat is echt niet... Nee, ik zou effectief voor zoiets doen gaan. Ja. Iets aan 9 kans op 10 iemand daar een week erna. Ja, fucking zo. Ja. Onder het meest mojito's gedronken terwijl je op een bepaald IKEA-stoelje zit met een sombrero op je kop. Zo van... Ja, maar die mens heeft wel al veel meer mojito's gedronken. Ja, maar zat die op dat IKEA-stoel? De huidige wereldrecord staat op. 748 mojito's. What? Damn. En 10 alcoholvrije. Virgins. En ook een grenadine. Ja. maar ik zou wel eerder wat belang hechten aan zoiets waar dat ik naartoe kan werken dan maar een bucketlist. Je hebt in principe wel iets klaar, toch? Je hebt een band. Ja, waar gaan we in een bepaald stadium... Als ik nu zeg van, ja, ik zou graag een optreden willen vullen, met al is het comedy, al is het een optreden muzikaal, al is het zelf een langspeelfilm, zou zelf wel keimaf zijn, dat zou echt een enorme brok nemen. Omdat ik van scratch moet beginnen. Tuurlijk, maar misschien zou het daarom net super vervullend zijn. Allee, stel je nu voor van met hoeveel dat je al bezig bent geweest met zo'n filmen en shit maken van, oké, ik ga nu echt een keer proberen van iets deftig, of gewoon iets dat deftig te maken. Het probleem is natuurlijk, montage duurt kei lang. Ja, maar dus moet dan voor moet je zelf uitmaken. Ja, ja, maar je moet inderdaad, als je het wilt zien, het eindresultaat, dan moet je echt wel... Dan moet het rappen in kan en kruiken zijn. Ook, mm-hmm. En dan, op de dag dat je sterft, is het première. Voilà. Dan vindt iedereen het slecht. dan lees je gewoon de reviews in je laatste moment. Ja, ik wou het niet zeggen omdat hij ging doodgaan, maar ik vond het geen goede film, hoor. Maar als je nu uiteindelijk, maar wel serieus, als je nu eigenlijk kunt kiezen tussen iets van dat je zelf kunt realiseren nog in die tijd, of gewoon dingen dat je kunt beleven. Ja. Waar kiezen dan ik voor? Ik zou iets kiezen waar ik niet een full jaar op bezig ben. Als je zegt van, ik heb hier nog een zomer, dan kapte mijn werken, dan heb je 24... Ja, je hebt al je tijd. Oké, je kunt maar zoveel doen op een dag, maar toch, je hebt je ganse dag. En als je mensen rondom je scharrelt die daarbij kunnen helpen, al dan niet betaald, dan kun je daar wel rapper toe komen. En als mensen mee in dat project met je gaan, dat lijkt me wel iets dat zou kunnen, dan kun je dat wel volgens mij hoeft dat niet per se een gans jaar te duren, afhankelijk van wat het is. Maar ik zou iets proberen te vinden dat tegen het einde van de zomer zou afgerond kunnen zijn, eventueel. Of dat je even een pauze neemt en even optieft, maar dat is misschien alweer moeilijker. Maar ik zie u wel bijvoorbeeld zeggen van, ik wil een live show en dit en dat. Of een cd'tje uitbrengen met een videoclip. Ah, ik weet niet. Inderdaad, dat is hetgeen dat ik denk. Zo van, oké. Waarvoor gaan we gaan? Gaan we voor de NAP gaan? Gaan we voor Werchter gaan? Wat zie ik haalbaar en wat vind ik de moeite waard? Ja. Maar ik denk niet dat, zeker niet met de ervaring dat ik al heb, dat ik tevreden zou zijn met gewoon zelfs dan niet te proberen. Met gewoon te zeggen van, oh, wil weten wat een Taj Mahal dan een keer zien? Nee, ik wil zien wat ik nog zelf... Je kunt de Taj Mahal gaan zien ondertussen. Ja, dat kan ook. Maar dat alleen voor je mij... Kunt dat is optreden wanneer... aan de Taj Mahal. Oh, nog beter. Dat is... ja. Maar ik denk dat als ik dat van mezelf dan niet zou proberen, terwijl ik voel van... Allee, dat is uiteindelijk iets wat ik wel altijd al heb gewild en naartoe heb gewerkt. Ja. Dan, ik zou niet met mijn eigen kunnen leven, denk ik, mocht ik dan niet proberen te realiseren. Ja, dan voel ik mij slecht om geen dromen te hebben. Je bent niet alleen, knul. Ik ben zo'n... zijn er nog een paar heel belangrijke bucketlistjes? Anders stel ik voor dat we naar 100 jaar over gaan. We kunnen switchen naar 100 jaar. Mm. Ja? Ja. Okay. Ja, we zitten nog aan 27 minuten. Ah, oké. Met de intro plus we hebben daarna nog gewoon een paar dingen te zeggen. Ik denk een belangrijk punt bij 100 jaar dat we besproken hebben, dat je het ook niet vroeger zelf kunt beëindigen, toch? Ah, nee, je kunt sowieso niet. Het moet effectief 100 jaar zijn. Sowieso, het ligt vast, hè. Dus als jij zelfs ook nog maar een jaar te gaan hebt en je hebt na 6 maanden zo, ah shit, ik ben nog niet eens aan het tweede punt van mijn bucketlist. Begonnen, ah fuck it. En je schiet, wilt je door de kop schieten en dan... Ja, of iedereen die je kent sterft. Ja, je moet je leeft 100 jaar nog, hè? Exact, dat is het moeilijkste, maar zelfs bij dat ene jaar... Ah, ja, bij dat ene jaar. Zelfs bij dat ene jaar heb je dat ook niet, hè? Ja. Dan na 6 maanden, en dan probeert je weg voor de kop te schieten en je mist zo gelijk in Pulp Fiction dat niet te verklaren is, zo, dus... Maar dan als we overgaan naar 100 jaar, dan... World record most failed suicide attempts. Makkelijk. Hey. Got it! Hey, maar dan kunnen we wel concurreren. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben 2 keer overgegaan van saai. Mijn koord is ondertussen kapot. Ja.
Stel handig, ik kan zo lang als ik wil onder water blijven. Oh, maar dat is eigenlijk wel fucking cool. Van, I can't die anyway. Zou ik er gaan zien, in, zo van, in eerste persoon, zonder iets van pak in de Marianentrog, zo van, hoe zit dat hier nu met die zeeduivels? En deep dive, boys, deep dive. We moeten wel nog terug naar boven geraken. Ja, dat pakt ook weer tijd natuurlijk. Dan zeg ik ook wel een half jaartje kwijt. Fuck. Het is zo'n hongertje, dat is ook weer kut. Ja, ik zou wel slomen. Ik denk dat ik los een week of twee bijna fulltime zou bezig zijn met mijn plannen wel. Niet dat ik zou zeggen, ik zet alles van mijn leven vast. Ja. Maar wel heel goed nadenken, ik ga hier 100 jaar zijn. Wat moet ik sowieso doen om die zo goed mogelijk te maken? Want aan de ene kant, je weet, je hebt nog heel lang te gaan. Dus je moet dat zo aangenaam mogelijk voor je maken. Ja. Aan de andere kant, ja, je gaat ook weten dat je zware shit gaat meemaken. Er gaan heel veel dingen gebeuren en dat gaat dat allemaal meedragen. Maar aan de andere kant, ja, je wilt ook niet je laatste 50 jaar als dakloze leven. Ja. Voilà. Ik zal zeker pensioen sparen dan. Ja. Ja, jokes on them. Ja. I ain't never gonna die, motherfucker. Ja, nee, inderdaad. En dat zijn ook niet zo dingen, je zegt dan wel plannen, maar dat zijn zo niet ook dingen dat je een keer doet. Dan moet je echt beginnen van, oké, ik moet echt gewoontes beginnen aanpassen voor te zien dat ik gans die tijd deftig ben en deftig leef. Ja, laten we zeggen, in onze hypothese, word je ook dan zo afgetakeld als iemand van 125, moet ik zeggen? Of wordt het eerder zo wat uitgerokken? Nee, Want ik weet... Ik weet dat je in de laatste, bij zo'n spreken, 30, 40 jaar... Je veroudert gelijk een normale mens, maar je komt tot die leeftijd. Maar in principe kunnen de laatste 20 jaar toch quasi niet meer voor jezelf zorgen. Stel nu dat je nog eens zegt, en je hebt ook nog eens dementie vanaf je 80. Ja. Fuck it all, hè. Ja, dat is een moeilijke, dat is waar. Je zou gewoon ergens in een rusthuis in een stoel kunnen lopen en lopen kwijlen voor 40 jaar. Ik zou wel zeggen, van in de hypothese is het is mogelijk van die laatste jaren nog functioneel door te brengen. Ja. Het is niet van dat, omdat een mens sowieso niet gemaakt is om zo oud te worden, dat je gedoemd bent om die laatste 25 jaar gelijk een plan te leven. Ja, want dan zou ik nu al nee zeggen. Beeld u in, gelijk een oude mens op leeftijd, maar die nog deftig is, alwel je zult sowieso zo kunnen zijn als je ernaar handelt in je laatste jaar. Ja, moet je inderdaad wel voorzien. Ja. Als ik kap aan mijn paf, dan zou ik... lekker boeien toch. Ja, maar je tanden gaan uitslaan, je gaat fucking 100 jaar langer roken, en je tanden zijn weg, alles is kapot, je hoest constant, maar je gaat niet dood. Ja, je moet er wat beweging in houden. Je moet je mentaal wat goed houden. Maar weet je, je hebt 100 jaar. Je kunt makkelijk eens zeggen, ik pak 5 jaar om naar Tibet te gaan en te zien zo van hoe dat die fokkers daar zo oud worden en shit. Dat zou ik eigenlijk wel doen. Ja? Ik zou dat effectief doen. Ik zou mijn job quitten en gewoon echt mijn brood verdienen aan allerlei onmogelijke tasks. Zo van, het huis staat in brand. Een meisje zit erin. Niemand kan eruit. I got it. Gotcha, man. Superheld spelen. Yep. Ja. Maar ja, waarom niet? Uiteindelijk, een beetje uithangen. Uiteindelijk, waarom niet? En dan maakt het dat eigenlijk zo erger, omdat je dan zo van die slechteriken creëert die je willen net neerhalen. En dan gaan die zo achter je geliefden aan en shit. Wow! Ja, maar weet daar kunnen niks aan doen. Hè? Give or take, 100 jaar, iedereen gaat dood, eigenlijk nu. Ja, maar... Doesn't even matter, man! Ja, maar er zijn anyway. Nee, aangenamere manieren dan... en minder aangename manieren, hè. Ja. Ik denk dat dat vooral het zwaarste gaat zijn. Iedereen rondom je dat je kent ziet sterven. Ja. En daar niks aan kunnen doen. Ja, maar daar kun je sowieso eigenlijk ook al niks aan doen. Maar je weet dat je dat gaat moeten meemaken. Ja. Het is dat. Iedereen 100% full circle. Ja, voilà. Ja. En ook dan, zelfs dan nog, door je leven ook. Allee, die mensen gaan ook nog altijd shit meemaken en afzien. En daar gaat ook natuurlijk mee inzitten. Hè. Je zit nog altijd in met de mensen rondom je. Dus dat is ook een deel van je leven waar dat je het goed in het wilt doen, in die bij te staan en zo. Dus, en dat is niet zo evident, want ja, jij zit hier rond te lopen in brandende huizen en dat is tof voor u, maar ik zit nog altijd met mijn schulden en gokverslaving en wat is het allemaal? Weet je? Dan zou ik dus absoluut proberen te vermijden, gokverslaving als je 100 jaar gaat worden. Ja. Het is veel jaar om mee rond te lopen. Ja, het is dat. En als je dan nu zou spiegelen naar het echte leven, alles wat we nu verteld hebben, doet dat je op een andere manier nadenken over
uw leven zoals het is. Hè, we weten niet exact wanneer we gaan sterven. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, we kunnen plannen. Waar we eigenlijk wel gemiddeld statistisch vanuit kunnen gaan, is dat we nog een, een vijftigtal jaar te gaan hebben. Iets meer, ja. Ja, van, als je echt statistisch gaat kijken, het kan natuurlijk niet zo zijn. Is er een ik denk uiteindelijk moet het een soort hybride zijn van de eerste en de laatste hypothese. Misschien een beetje. Hè. Aan de ene kant heb je de eerste één dag. Mm-hmm. Geniet van het leven. Mm-hmm. Hè. Ja. Leven, een beetje YOLO. Alsof het je laatste dag is. Voilà. Maar plan ook wel vooruit en denk aan de toekomst en hoe dat je het leven het best kunt doorkomen. Ja. Ja, zeggen daarover, de reden waarom dat ik eigenlijk dit als thema heb voorgesteld, is omdat ik daar eigenlijk al eens heel veel over heb zitten nadenken. Nee, ik heb daar al eens heel veel over nagedacht. Nee, maar ook van dat toe te passen in de praktijk, omdat mijn vader die heeft eens een hersenbloeding gehad en lag 3 dagen in coma. En toen dat hij daaruit is gekomen, had hij allerlei visioenen gehad. En een van die visioenen was dat hij de geboorte en sterf, of vooral sterfdata, denk ik, zag, van iedereen in de familie. Oh ja, en dat er maar één was die hij had onthouden, en dat was die van mij, omdat ik het oudste ging worden. Maar fuck. Ja, omdat ik, naar het schijnt, 105 jaar volgens die, wat hij heeft gezien zou worden. En die kwam uit die coma, en dan zeiden zo... Ja, fucked up en wasje. En die nu, toen dat hij eruit kwam, dacht ja, manneke, ik geloof dat echt, ik heb dat gezien. En die was daar keihard van overtuigd. Daarna is die dat vergeten natuurlijk, want hij heeft een hersenbloeding gehad en een gat in zijn kop geboord en shit, maar bon. En dus ik heb daar veel over zitten nadenken. Ik dacht van, maar wat als dat nu effectief waar mocht zijn? Zo van, wat zou ik dan doen? En zijn er dingen die je al hebt toegepast? Of zijn er vooral nog een paar theorietjes? Ja, nee, veel dingen dat ik heb toegepast. Inderdaad, van te denken van, als ik zo lang zou leven, van, wat moet ik dan doen om te zien dat ik het dan wel goed heb in die tijd? En wat ik moet doen of aanpassen om het op lange termijn goed te hebben, terwijl dat ik nog altijd tevreden ben met wat ik nu doe. Promo voor aflevering 23. Heb je de Wim Hof-methode daarvoor? Heeft dat er iets mee te maken? Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken. Ja, waar dat voor mij dan op uitkwam is van, wat een beetje prioriteiten stellen en dan effectief naar handelen. Wat gaat het belangrijkste zijn? Is zien dat ik goede, functionerende, bevredigende relaties heb. In het algemeen, rondom mij. Dus ik ben daar... heel veel mee bezig geweest, hoe dat ik mij dan opstel naar andere mensen en hoeveel van mijn tijd dat ik daar dan ook in investeer. Van, ik ga heel makkelijk eens zeggen, al heb ik iets relatief belangrijk te doen of een verplichting, maar als ik voel dat, als ik bij een van mijn vrienden of familie ben en ik voel van, goh, als ik nu een beetje tijd steek in die relatie met die persoon, dan gaat dat... op lange termijn veel meer betekenen dan dat ik nu bijvoorbeeld iets wat dan nu heel belangrijk lijkt, dat ik dat voorop stel. En dus dan ga ik daarnaar handelen. En, er zijn mensen op ons dak, hè. Yep. Ja. Ga van dat maar dak ze, gaan, ze gaan dat niet horen. Kom van dat dak af. Ja. Dus dat is het voornaamste eigenlijk van dat uw relaties... functioneel en bevredigend zijn. Want je hebt veel mensen die ook relaties hebben die... En je ziet dat bij mensen in het algemeen die heel lang kunnen duren, een leven lang soms, en die daar eigenlijk niet echt gelukkig van worden omdat ze iets hebben overgeslagen, gemist hebben of iets niet durven aankaarten daarin. Ja. En dat kan een leven lang duren als je daar gewoon nu een keer niet aan zet. Dus daar ben ik mij heel bewust van. Dat is één. En twee is natuurlijk alles wat dat te maken heeft met dat je gezond bent. Het is daarmee dat die Wim Hof-methode dat je gewoon kunt de dingen blijven doen dat je graag doet. En dat begint echt, dat begint van in het begin, dat begint nu. Dat is een kwestie van gewoontes aan te leren en die ook zo te houden.
We zijn al even bezig, maar ik ga toch vragen. Hoe lang ben je bezig met de Wim Hof-methode? Nu ben ik 3 maanden. Ja. 3 maanden bezig. En? Ik pak nog altijd elke dag, of toch telkens als ik mij douche, een koude douche. Ja. Ik heb ook nu een koud bad gepakt, ja. Effectief. Van okay. Zo, dan lig ik daar 10 minuten in. En, echt? Ja, 10 minuten. Ik zeg het, van het moment dat je dat door hebt, ja. Dan lig je daar even ontspannen in als in een warm bad. Dat is echt zot. Nu, daarna was ik wel, want ik ben er nog niet zo goed aan gewend, dus ik moest wel even zien dat ik mijn lichaam terug opwarmde, want zo dat koud bloed, dan zorgt dat al je bloed naar je organen stroomt en dan zijn je vingers zo wit, dan worden ze goed door bloed. Dus, maar ik heb daar wel, die heeft daarvoor technieken meegegeven, ik moet daar gewoon nog een beetje op oefenen. Maar ik merk daar... Ademhalingsoefeningen doe je ook elke dag? Ja, ja. En merk je tegenover, want hoe lang deed het toen we de Wim Hof aflevering hebben opgenomen? Een week of twee weken, denk ik. Ja. Heb je nu verschillen dat je merkt, dat je wilt vertellen, sinds dan? Want je hebt al gezegd toen van, ja, ik voel me een beetje beter. Ja, ik heb nog altijd nog geen ene keer een snotneus, een hoest of een zere keel gehad. Ja. Ik heb het sneller warm in het algemeen, maar ja, nu begint de lente, nu gaat dat minder uitmaken. Ja. En ik heb het gevoel dat mijn metabolisme een beetje beter werkt in de zin van, bijvoorbeeld als ik alcohol drink, dat ik daar bijna de nacht van daarna geen last van heb. Ja. En zelfs op het moment zelf dat ik voel van, mijn lichaam is precies terwijl dat ik aan het drink, die alcohol al zodanig rap aan het afbreken dat ik binnen... Allee, dat is vooral met alcohol dat opvalt. Maar in het algemeen voel ik zo van dat mijn metabolisme beter werkt. Ik heb ook gezegd van, je hebt gevraagd, zijn die van kakte beter? Ja, effectief. Echt, dat is aangenaam tot en met. Dus nog steeds? Ja, nog altijd. Genieten, man. Echt structuur. Zijn het golden drops of niet? Nee, zo, dan nu ook weer niet. Ja. Zo. Het is dan, niet... Nee, dan gaan we misschien toch niet doen. Nog een beetje oefenen. Dan zullen we daar dan ook niet aan beginnen? Want volgens mij hebben we echt al 30 keer een snotneus gehad sinds die 3 maanden. Fucking hell. Ja, okay. Ik gaan we een seance doen? Ik raad het echt aan. Ja. Ik raad het echt aan. En dan nog één ding is van dat ik bezig ben met dingen te leren waarvan ik weet dat ik heel lang van ga kunnen genieten. Ja. Allee, bijvoorbeeld als je muziek kunt spelen, ja, dan ga je nooit afhankelijk zijn van een iPad iPod of... Je gaat altijd als je muziek Spotify wilt... Spotify neer is. Altijd als je wilt genieten van muziek, je hebt de vaardigheden zelf. Mm. Als je wilt lekker eten, leert koken en je gaat altijd lekker kunnen eten. Ja. Zo'n dingen. Inderdaad. Dus daar ben ik wel veel mee bezig. En tot nu toe, dat is letterlijk zo die... Dat sprookje van de haas en de schildpad. Ja. Van de haas die snel is en op zijn bakjes gaat omdat hem te snel wil zijn. En de schildpad wil je het heel op zijn gemakje doen, maar hij komt er wel. Ja. En zo is dat ook. In het begin is dat zo van, waar ben ik altijd allemaal mee bezig? En dan heel geleidelijk aan ondervind je de voordelen, maar die zijn dan ook wel blijvend, die voordelen. Ja. Dus, voilà. Dat is heel mooi verwoord. Ja. Dank u. Daarom wou ik het delen met jullie allemaal. Ik had een mopje van pensioensparen uitgevonden. Ja, want zo nadenken over 100 jaar leven, dat is toch iets anders dan... Ja, hetgeen wat dan mensen gewoon zijn van zo... Ja. Een dag jolo, carpe diem. Het is zo. Ja, maar ja. En denk je soms van, fuck it, ik word toch 105... Eigenlijk ondertussen geloof ik daar eigenlijk wel redelijk hard in, omdat dat is ook de beste manier om mij zo te blijven gedragen. Ja. En uiteindelijk kan ik alleen maar beter af worden van zo te gedragen. Dus dat is eigenlijk zo'n positive feedback loop dat dan vormt. Dat is gelijk alles, waarom zijn we nu zo... is alles zo instant gratification de dag van vandaag? Is omdat overal waar dat je... moeite moet insteken, ja, waar dan later een payoff bij komt, ja, je moet ook wel vertrouwen hebben in het feit dat die een payoff gaat komen, want anders is er geen reden om die gratificatie uit te stellen en die moeite te doen. En ik denk dat veel mensen dat voelen de dag van vandaag, zo van dat als er onzekerheid is over de toekomst of over zelfs als het aankomt op gezondheid, zo van, ja, ik kan zoveel mijn best doen, maar dan, oh,
Tsjernobyl of Fukushima, dat moet mij nog één keer gebeuren. Er zit straling in de lucht en dan heb ik alles kanker zonder, terwijl ik altijd goed heb geleefd. Maar dan moet je niet op rekenen. Kwam. Nee, voilà. Yep. Maar dan doe je niks uiteindelijk, hè. Dat de moeite is. Dus je moet eigenlijk daar zo een soort van totaal onlogisch, ongegrond geloof in hanteren vanuit de wetenschap, dat dat nog altijd in de meeste gevallen het beste resultaat zal brengen, waarschijnlijk. Ja. Dus, And that's how religion starts. Volg mijn cult. voilà. Ik zou zeggen aan de luisteraars. Nee, je kan, als je Nibo noemt, dan weet je het niet. Dan ga je leven. En dat geeft aan de ene kant vrijheid, aan de andere kant beperkingen in zaken van plannen. Je weet niet waar je naartoe werkt of wat nog de moeite is, zoals pensioen sparen. Voilà. Of vastgoed. Ja. Ik zou zeggen, pluk de dag. Als je iets tegensteekt, laat het los. Heeft het zin om tijd in te steken, om je daar kut om te voelen. Zeker de gesprek dat we hebben gehad met Iris van... Er zijn dingen die je zelf kunt beïnvloeden. Ja. Circle of influence en circle of concern. Voilà. Yep. En als je niks aan kunt doen, dan is het ook maar zo. Hmm. En denk een beetje aan de andere mensen rondom ons. Want die hebben we ook allemaal een plan. En zijn ook allemaal een dagje aan het doorkomen. Netjes van de week? Netjes van de week, ja. Netjes van de week is ondertussen veel te laat. Maar ja, who gives a shit. Iedereen die heeft meegeholpen aan het blussen van de Notre Dame. En het blijkbaar uithalen van zo'n kunstcollecties en waardevolle items. Ja. Maar als ook de miljardairs die hun extra miljoenen in de restauratie aan het pompen zijn. Ik hoop gewoon dat twee dingen. Aan de ene kant dat Quasimodo nog ergens opgevangen wordt. Dat is een minder valide, dus ze zullen wel een of andere zorgverlening voor die mensen hebben. Een beetje van bochel in nodig. Ja. En aan de andere kant natuurlijk, ja, ik hoop dat ze die live action al gefilmd hebben van Quasimodo, van de klokkenluider van de Notre Dame. Want ja, anders gaan ze meer of veel CGI moeten werken, hoor. Ja, maar dat doen ze toch al. Inderdaad, de Lion King nu ook, hè. Dat is gewoon het is green screen. Live action. Niks. Fucking niks. Wat de fuck is het probleem? Maar bon, laat ik daarmee iedereen bedanken die gekeken en of geluisterd heeft. Wil er iemand nog iets kwijt aan de mensen die luisteren? Of leef je leven, jolo? Ja, ik denk dat ik mijn kant wel mooi uiteen heb gezet. Ja. Dus ik denk, alsjeblieft, voilà, dat is duidelijk. Denk er zelf eens over na. Voilà. Ja, doe de oefening eens voor jezelf. Ja, ik zou zeggen, mediteer erover. Bedankt om te luisteren. En tot volgende week. Zal ik eens, ciao. Bye. We gaan dat trouwens nooit meer doen. Hè. Dat is echt irritant. Dan mediteren? Ja. Misschien nog eens zo'n throwback-aflevering of zo. Misschien. Ciao. Yo.